Kom helemaal rustig naar boven. Wie afgesproken, netjes en rustig. Zo de eerste keer dat je dit kind. Je kunt ze dan altijd gebruiken, snap je? Geweldig. Ja, dat wordt natuurlijk dus met Rosa. Maar als het processie was. Ze wie 124 jaar, dan heb je natuurlijk ook een verplichting tussen huis. Dus. Naar de gemeenschap, dat betekent Koninginnedag, processies, sacramentsprocessies, Sint Rosa-processie, Koninginnedag, allerlei andere feestelijkheden. En dat voelen ze niet als een verplichting, dat is gewoon, dat hoort op die. En dat doen ze met veel passie en motivatie. Ze zien het aan de gezichten, ze zijn gewoon aan het genieten. Toen zien we dat. Vind je niet dat gesmeerd lukt? Dat is toch ongelooflijk, hè? Kunnen we alleen maar muziek maken? Ik hoop dat we dat nu naast het hier hebben. Ja, ja, ja.